Biennale. Eerste vraag misschien. Heb je de Belgische inzending al gezien? Ja. Wat vind je ervan? Ik was aangenaam verrast. Ja? Ik was echt aangenaam verrast. Je moet er wat tijd in steken, maar je merkt ook wel dat mensen het doen. Want je komt binnen en er is op het eerste gezicht niks te zien. Enfin, zeer weinig te zien, een paar tegels op de vloer, of een verhoogd vloertje. En dan kwam bijvoorbeeld vandaag er nog even lang om een boekje op te halen. En toen zag ik ineens dat de inkomdeur van de grote hal in het midden ook een beetje aangepast is. Maar je moet echt goed kijken om het te zien. Dus er zijn allerlei heel kleine, subtiele ingrepen gebeurd. Een stukje pijsterwerk dat weggenomen is. In een zijzaaltje rechts is er een raampje gestoken, zodat je naar die nogal onbestemde ruimte achter het paviljoen kijken, die eigenlijk alleen van opzij toegankelijk is. Dus je moet naar buiten komen en om tot daar te geraken. Maar daar is eigenlijk nog een zaaltje. Ook het halve boogje, er is een deurgat naar een dienstruimte achteraan die eigenlijk met een deurtje dan op een straat buiten de Giardini uitgeeft. Dat is wat erg geestig is, want plots plant je in het gewone leven. Mm-hmm. Dan ben je helemaal uit dit architectuur of kunstgebeuren. Het vraagt wat tijd, maar het blijkt, als je dan kijkt naar de verzameling foto's, dus de essentie van de tentoonstelling is eigenlijk het boek natuurlijk. En die foto's zijn een soort, die tentoonstelling zelf is een soort geabstraheerde vorm van allerlei manieren die mensen gebruikt hebben, of middelen die mensen toepassen eigenlijk, om zich een woning toe te eigenen. En wat ik interessant vind, is dat het een vrij pertinente manier is om te reageren op het thema van de moderniteit en die binnengekomen is in onze leven. Dus hetgeen wat Koolhaas als algemeen thema naar voren schoof. En hoe zij dat dan eigenlijk, hoe zij dan eigenlijk gekeken hebben over, naar de manier waarop die afspraak met het moderne in zekere zin, ik ga niet zeggen gerateerd is, maar een soort half misverstand is gebleven in België. En dat je dus ziet dat er in het wonen en in de manier waarop mensen met wonen omgaan, heel veel patronen opduiken en manieren om met de ruimte om te gaan, die eigenlijk als het ware een schema's die vooraf bedacht zijn en neergeslagen zijn in de vorm van gebouwen, appartementen, woningen enzovoort, afleiden. Dus dat er als het ware een andere lezing gebeurt van een bepaald idee over wonen. Of dat er een soort ander idee naast het burgerlijke of het moderne wonen bestaat, die dan bijna aanstoemelings opduikt. Dat is heel interessant, vind ik. En ze tonen dat ook mooi met zo van die kleine installatietjes, zoals een stoel die precies vasthangen aan de muur. Of een kamer die alleen maar gesuggereerd wordt door plinten en lijsten. Die dus midden in de ruimte staat daar zo'n abstract huis. Maar als je dan wat beter kijkt, dan merk je van, eigenlijk is dat wel de manier waarop mensen kamers definiëren. Mm-hmm. Door lijstjes te plaatsen en plintjes en zo. Dus dat vond ik eigenlijk heel interessant. Zeer precies. Het is zoiets wat je kan ontdekken en over nadenken. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld het Deens paviljoen waar ik net even geweest ben, zit veel meer op zeer grote thema's. Over de natuur en het esthetische en daar lijkt allemaal veel belangrijker dan stoelen en tafeltjes en bricolage in het interieur, maar eigenlijk is dat niet, eigenlijk worden zo'n grote thema's gewoon vaag. Terwijl er zo precies te focussen op hoe mensen eigenlijk geleefd hebben met de moderniteit, zoals die architecturaal zijn weerslag heeft gevonden, is eigenlijk veel interessanter. Het is een veel pertinenter manier van kijken.
En om nu even op de Elements of Architecture, de eigen tentoonstelling van Koolhaas te komen. Daar merk je, ik denk niet dat alle kamers zijn niet even interessant. Maar globaal is het wel heel boeiend om te zien hoe wij, hoe zal ik dat zeggen, vanuit de most mundane, het meest banale, constructieve eigenlijk van ja, bouwen. We doen dat al 100 jaar en eigenlijk denken we 90% van wat een gebouw uitmaakt, lijkt zo evident dat niemand er nog over nadenkt. En door al die elementen microscopisch dichtbij te gaan bekijken, zoals je zelf zegt, en ik denk dat het klopt, begin je plots het soort potentieel en het soort, ik zou bijna zeggen, fantasmagorie die daarachter zit, achter zoiets stoms als een balkon. Dus de zaal waar jij zelf net over sprak, die Tom Avermaat organiseert. Dus welke fantasma's daar allemaal achter zitten. Over het publieke, of ook over de macht, of over communicatie, of over de relatie tussen privé en publiek. Dus hoe ook daar die dingen vormgegeven worden op een soort tijdelijke manier en waar de architectuur eigenlijk de aanzet is voor een soort onderhandeling die bewoners en gebruikers hebben, of die marge tussen bewoners en gebruikers. Dus dat is nu tussen bewoners en ontwerpers in een soort vormgeving van de wereld en een soort denken van de wereld. Dus dat is nu al je impressie dat het eigenlijk zich meer loont om te focussen op kleine dingen. En dat dus die fundamentals en die elements eigenlijk een juiste keuze waren voor de biennale. Ja, ik vond het heel verrassend toen ik de eerste keer las wat Koolhaas ging doen, dacht ik van was Koolhaas dan niet zo de man die de wereld ging veranderen? Nee, ik bedoel, ik was ongelooflijk gecharmeerd de vorige twee biennales door de bijdrage van Koolhaas en in bijzonder zijn zaal. Ik denk dat het in 2010 was, Chrono Chaos, waarin hij eigenlijk toont hoe er, zowel Chrono Chaos als die installatie die ik weet niet meer juist, het ene ging over heel grote publieke opdrachten in de jaren 60 en 70 die spraken over een soort sociaal utopisme en waar geen sterarchitecten aan te pas kwamen en die, waar dus het idee van architectuur als een soort wereldverbeterend of utopisch moment eigenlijk nog heel erg levend was en helemaal niet dat soort neoliberale zottigheid van grote namen en sterren en maar eigenlijk een zeer kleine maatschappelijke impact. Net andersom was helemaal geen sterren, maar mensen die als civil servants hun job deden en eigenlijk fantastische dingen. Mm-hmm. Mm-hmm. En Chrono Chaos gaat over het feit dat is het project waarin hij toont dat er steeds meer zones van het gebouwde eigenlijk onaanraakbaar geworden zijn omdat ze heritage zijn, omdat ze erfgoed zijn. Mm-hmm. Maar dat idee van erfgoed helemaal niet gedacht is en eigenlijk, en daar legt hij de vinger op en ik vind het zeer interessant, dat dat eigenlijk heel veel te maken heeft met een soort comfortzone van een vermoeide, gedesillusioneerde westerling die in een soort luxueuze, veilige, comfortabele omgeving zijn ziel gebalsemd, dat is zoiets. Ja. Hij formuleert het veel beter. Dus als je die twee dingen koppelt, dan gaat het bij Koolhaas toch nog altijd over die utopie en over de steeds kleinere zone waarbinnen die utopie denkbaar is of mogelijk is. En zeker in het geval van architectuur. En met die elements komt dat elke keer ook terug van zo'n soort van waar zitten hier nog de marges waarbinnen we kunnen opereren? Ook in, wel, die balkons is een mooi voorbeeld van wat dat eigenlijk nog open naar mogelijkheden, zelfs met allerlei voorschriften. Of die corridors, waar je dan zo'n heel geestig verhaal krijgt over het verdwijnen van de gang.
Maar dat naast een bijna waanzinnig project van een of andere Engelse duke die zijn hele terrein liet ondertunnelen met gangen. Ik moet daar nog wat over nadenken, maar daar zit iets heel interessants in dat begrijpen van de kleine marges die er zitten op wat we als architectuur geërfd hebben en waar daar het potentieel zit. En dat, en daar kom ik weer terug op die comfortgevoel, sorry als ik een beetje verward ben, maar dat comfortgevoel waar Chrono Chaos zich zo schept tegen richt, door de digitalisering van alles en de informatisering van architectuur, en dat zegt hij ook heel duidelijk in zijn inleidende tekst, dus die digitalisering en informatisering is een ontwikkeling waarvan we het einde niet gezien hebben, dus, want die zet eigenlijk alles wat architectuur tot nu toe was, namelijk weerstand en brute materialiteit, met alle problemen die dat meebrengt, bijvoorbeeld in die hele zaal van trappen. Het is heel interessant hoe daar een enorm gevecht tegen de zwaartekracht bijna bezig is en hoe de zwaartekracht vorm wordt en idee en uitdrukking van het plechtige of het praktische, dus hoe daar enorm veel dingen in mogelijk worden. En dat digitaliseren haalt dat weerspannige van architectuur weg. Plots wordt alles zo naadloos of vloeibaar en zit nergens een soort weerstand op. Ja, en wat betekent dat dan voor de rol van de architectuur als zo, ik zou bijna zeggen, een soort slijpsteen of een soort struikelblok voor het denken. Voor hetgeen u dwingt om posities te nemen. En dat is dan letterlijk natuurlijk, bijvoorbeeld op zo'n balkon, maar ook wat dat figuurlijk en ideeel meebrengt. Dus die vraag komt zo terloops naar boven uit een ongelooflijke hoeveelheid materiaal. Maar ik denk dat dat ook altijd zo is. Architectuur is nooit iets wat... Het is geen filosofie, hè. Architectuur is iets waar de gedachten, als het ware, vermengd zitten in het materiaal. En in de pure fysicaliteit van dingen. Het zichtbaar maken of ons laten nadenken daarover. Over waar we eigenlijk naartoe aan het gaan zijn en hoe we dat eventueel kunnen misschien gebruiken. Want het opzet van de Biennale zou onder andere moeten zijn: Fundamentals will look at histories, try to reconstruct how architecture finds itself in its current situation and speculate on its future. Is de Biennale nu een... is dat voor jou persoonlijk als architect, is dit nu, laten we zeggen, een werktuig om de toekomst te kunnen kaderen of te kunnen kaderen waar je naartoe wil? Het is stof tot nadenken. En daarom, enkel en alleen daarom is het voor jou al de moeite waard. Ja. Ik vind niet alles. Bijvoorbeeld die Mondo Italia, ik ben daar gisteren een tweetal uur doorgelopen en toen dacht ik van... Even zitten. Ja, weet je... Soms lees je beter een boek. Enfin, ik denk dat ik ook een goed idee is, maar bij die Mondo Italia had ik een beetje zo van... Ja, jongens... Het wordt soms wel heel letterlijk... Ik zeg daar niet echt de meerwaarde van de tentoonstelling bij veel van die dingen die ze tonen. Bijvoorbeeld de villa... van Curzio Malaparte in Capri, dat is heel interessant, maar dat wil ik net zo graag eens lezen thuis in mijn zetel dan daar in zo'n eindloze stroom dingen te zien. Terwijl dus deze tentoonstelling hier, Elements of Architecture, is vrij goed, de dingen zijn vrij goed gekozen. Bijvoorbeeld een heel mooie zaal vind ik is de zaal van de muren natuurlijk, je kunt er gewoon niet rondlopen. Dus het idee muur als iets waar je tegen loopt en wat eigenlijk altijd in de weg staat,
dat is dat je gewoon embodied op de meest letterlijke manier. Je kunt daar dus, enfin, je loopt daar voortdurend tegen mensen op, omdat die muren ook al in de weg staan. En, dan, en wat ongelooflijk geestig is, is dat ze dan op het einde eindigen met het beeld van die bewegelijke muur in een soort, weefsel, van die stangen die de muur voortdurend van vorm laten veranderen. Dus de muur is een weefsel, en mm-hmm. de stangen achter die punten vooruit en achteruit, dus je krijgt een veranderlijke muur. En ik zo, is dit nu een totaal ridicule idee? De massagemuur. Ja, dat is zo. Het is een soort absurde ontkenning van de muur ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Maar het idee van wat een muur is en hoe die ook gaandeweg veranderd is van ja, massieve adobe naar of massief metselwerk naar zo'n soort technische toestand waar je 20 dunne plaatjes hebt en allerlei vakwerken, volleidingen, toestanden en technologie, ja, dat is daar wel heel duidelijk verbeeld. En meteen ook zo'n een idee over hoe we nadenken nu over ruimtes en over waar ruimtes moeten mogelijk maken of onmogelijk maken. Dus, en ook toch weer heb ik het gevoel dat idee van dat de ruimtes een soort spiegel moeten worden van onze innerlijke toestand, net zo die veranderlijke muur. En het soort een beetje deprimerend narcistische van de leefwereld waar wij in zitten, dat zo heel erg op onszelf gericht is. En daar heb je Mondo Italia natuurlijk een heel mooi tegenvoorbeeld van het Fort Europa dat daar heel duidelijk getoond is. Dus van, we zijn hier bezig met mooie interieurs tegen een boze buitenwereld die buiten dat is. Ook daar weer komt impliciet die vraag naar het utopische, naar het. En hoe zou je daarin bijvoorbeeld de paviljoens van België en Duitsland kaderen heel erg minimalistisch zijn en waarbij je eigenlijk amper over iets struikelt als het ware, waar je echt bijna op jezelf wordt teruggeworpen en je afvraagt. De van België vind ik leert je kijken doet je stilstaan bij het conflict of het contrast tussen wat architecten gebruikelijk ook doen en de soort modellen waar architecten mee rondlopen en hoe mensen daar dan mee omgaan en eigenlijk met heel andere voorstellingen in hun hoofd zitten. Ja, het is natuurlijk een heel erg vernacular ding zo. Hè. Dus ze focussen echt natuurlijk op ze, niet op de designinterieurs van Vincent van Duizend waar elke nagel getekend is, de nagels worden daar maar stondig in de muur geslagen daar. Ja. Dus het is een heel wat fascinerend is en voor architecten tegelijk zo'n soort onbegrijpelijk iets is. Een architect wil alles altijd op zijn plaats zetten. Mm-hmm. Ja, we hebben het heel moeilijk met het idee dat de dingen niet op hun plaats staan. Mm-hmm. Misschien een afrondende vraag. Het hoogtepunt voor jou tot hiertoe is misschien die Elements, als ik het zo hoor? Of? Zeker een soort culminatiepunt, hè. Maar ik moet nog veel zien. Ik moet nog veel landenpaviljoens zien. Wat wil je zeker nog gezien hebben? Met Duitsland wil ik zeker nog zien. Ik denk dat ik gewoon... Zwitserland is nog wel... En Nederland is ook vrij interessant. In Nederland is een heel goed voorbeeld, vind ik, van... Zet een Bakema in de bloemetjes en zijn lijnbaan. Dus het paviljoen heeft de vorm. Of eigenlijk de inrichting van het paviljoen is een beetje als een lijnbaan in Rotterdam. En dus daar heb je een ongelooflijk zuiver voorbeeld van utopisch denken van de jaren 60 en 70. Met zo'n man als Bakema die eigenlijk... Nederland opvoedde om meer in de richting van een soort open, vrije samenleving te gaan denken. Mm-hmm. En als je ziet hoe ver we daarvan afgedwaald zijn, dan denk je van, shit, ja, we hebben wel iets verloren. Er is echt iets, we zijn echt iets kwijt. Dus ik vind dat wel
tenminste relevant dat dat is. En daar heb je hetzelfde met het paviljoen van Zwitserland, waar Burkhardt en Cedric Price tentoongesteld worden. Dat is wel geestig, omdat de oprichter heeft, ik weet niet of het echt een goed idee is, maar hij laat zo die plannen rondreizen op karretjes. Dat is een soort vrij zwervende ideeën, mm-hmm. Dus dingen die niet aan de muur hangen en niet gebouwd zijn, maar eigenlijk briljante ideeën die als het ware voorbij komen in de ruimte. En die dan, waar dan wel gastheren en vrouwen je even uitleg over geven. Mm-hmm. Maar ja, je moet daar dan natuurlijk een dag zitten om alles te zien. Mm-hmm. Niet zo'n echt goed idee is. Dus we zijn iets kwijt, maar we gaan ook nog iets terugvinden na de biennale? Ja, wel, ik denk... Ik vraag me een beetje af, in de kunst begrijp je dat ook te zien, er is, en het heeft natuurlijk ook te maken met de crisis die bezig is. Mensen zich heel veel vragen beginnen te stellen over de richting die onze samenleving genomen heeft, met een soort extreem geprivatiseerde... Jeden voor zich, hoe dat tegen allen toestand, waar iedereen van denkt, ja, maar willen wij dit eigenlijk? Ik bedoel, wie heeft het hier gedecreteerd? Het is helemaal niet waar we op gewacht hebben. Of waar we, dus waar komt dit vandaan en wat is daar tegen te doen? En waarom, hoe kunnen we daarnaar, hoe kunnen we daar weer van afkruipen? Dat zie je in beelden de kunst ook. Dus een soort van... Maar ook met de hele onmacht van, ook in de kunstwereld, van ja, hoe snappen we eraan? Tegelijk zit je met handen en voeten gebonden natuurlijk aan dat hele marktsysteem. Uiteindelijk heb je als architect of als kunstenaar de marktgevers nodig. Die zijn gewoonlijk rijk. Ofwel is de overheid, maar de overheid pleegt vaandeldruk, dus ze zegt van wij doen niet meer mee. Dus het is een raar tijdsgebied en ik denk dat op een of andere manier hier alvast op verschillende plaatsen daarop gewezen wordt. Mm-hmm. Maar ja, op verschillende manieren. Niet iedereen hoeft het. Dus dat Belgisch paviljoen kiest een heel specifieke positie. Ik vind dat oké. Dus er is een enorme complexiteit, een enorme verdeeldheid eigenlijk op dit moment. Is dit eigenlijk het punt waarop dat veel mensen, denk je, gaan beseffen? We zijn te ver uit elkaar gespeeld. Het moet terug meer in eenzelfde richting. Of is dat iets dat er vanzelf terug zal komen? Dat is koffiedik kijken. Ja, fijn, de vraag is vooral van wat kan architectuur daar nog aan bijdragen? Mm-hmm. Daar heb ik eigenlijk nog geen antwoord op. Dus, je ziet alleen, dus in die hele bouwcultuur zie je dat heel veel dingen ongelooflijk technologisch gedreven zijn. Dus heel veel evolutie. En dat die op een bepaalde manier een in de tijd telkens allianties aangingen, technologische ontwikkelingen met ook gevoeligheden van een bepaald tijdperk. En dat is nu ook weer zo, maar alleen weten we nog niet welke richting dat uit zal gaan. Maar dat zou dus wel eens kunnen zijn in de richting van nog meer terugplooien op nog meer isolement, mm-hmm. Terwijl alles verschrikkelijk verbonden is. Dus we hebben het einde nog niet gezien. Wel, het doet je er in alle geval over nadenken. Dus vind ik al wel een goede zaak. Okay. Maar misschien komen andere mensen tot andere conclusies. Bedankt voor deze bespiegelingen, alleszins. Ja.